الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. We hebben toch zoveel meegemaakt met onze Nabi Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Dit is de 21ste keer dat we over zijn leven gaan vertellen. En nu zijn we aangekomen bij een punt dat hij in Medina is. Zij zijn rustige gebeden aan het doen. Ze hebben de slag van Badr gehad. Ze hebben de slag van Uhud gehad. En nu hoort de profeet sallallahu alayhi wa sallam van Abbas, zijn oom, dat Abu Sufyan samen met Huyay ibn Yaqtab van de Banu Nadir en de Ahlul Ghatafan een leger heeft verzameld van 10.000 mensen om Medina aan te vallen. En de Nabi sallallahu alayhi wa sallam die hoort dit. Ze hebben geen 10.000 mensen om tegen hun te vechten. En ze komen nu niet meer naar Badr. Ze komen niet naar Uhud. Ze komen rechtstreeks naar de voordeur van de moslims. Ze komen naar Medina. En nu is het tijd dat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de sahaba verzamelt. En hij doet shura. Hij zegt tegen hen, ja sahaba, wat gaan we doen? Wat wordt ons plan van aanpak? Hoe gaan wij deze vijanden, hoe gaan we ze aanpakken? De Ghatafan en de Quraysh. Die drie bij elkaar samen. Al-Ahzab. De confederaties. Salman al-Farisi. Radiyallahu anhu. Die zegt, ja Rasulillah. Wij in Faris, vroeger in Perzië. Als er een groot leger met ruiters aankwamen, zorgden wij ervoor dat we een gandak groeven. Een geul. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, ja Salman, en waarom dan? Hij zei, luister ja Rasulullah, de paarden van de vijand kunnen niet makkelijk over die geul heen. Dus ook al hebben ze een groot leger, zullen ze stilstaan aan de rand. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam, die accepteert de surah. En die zegt, wat een top idee ja Salman. En hij roept de sahaba bij elkaar en geeft iedereen instructies om te gaan werken. Is jouw profeet sallallahu alayhi wa sallam iemand die zomaar tegen anderen zegt, yalla ga werken en zelf niks doet? La wallahi, jouw Nabi Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam ging zelf samen met de sahaba graven en graven en graven. Totdat ze zagen onder zijn shirt dat hij sallallahu alayhi wa sallam gewoon een steen had vastgebonden omdat hij niet genoeg eten had. En hij wilde niet stiekem gaan eten. Jabir ibn Abdullah zegt, ja Rasulullah, wat ik ga doen? Ik ga voor u koken. Ik heb thuis nog een heel klein lammetje, die ga ik slachten. En met dat vlees ga ik een pannetje doen. Kom bij mij eten, neem misschien een paar mensen mee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, gaat hij eten terwijl de rest van de sahaba niet eten? Nooit. Dus hij zegt, ja ahlul khandaq, o mensen van de geul. Ali Yasir heeft jullie uitgenodigd om bij hem te komen eten. En ze verzamelen zich, honderden sahaba, bij de voordeur van deze sahabi, mocht Allah azawajal tevreden met hem zijn. Jabir was niet Yasir, Jabir ibn Abdullah. En Jabir, die wist niet wat hem overkwam. Maar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, maak je geen zorgen. Allah zal baraka brengen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf iedereen te eten die dag. En de familie van Jabir ibn Abdullah zorgde voor baraka met de wil van Allah azawajal. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam ging graven en graven en graven. En een aantal sahaba zien een grote steen die in de weg staat. En nu moeten ze na gaan denken, want ze kregen die steen niet aan de kant. Gaan we er omheen graven? Toen zeiden een paar tegen nee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, graaf in de rechte lijn. Die steen gaat weg of wij gaan weg. Dus ze waren bezig en bezig en bezig en bezig. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zag hun struggelen. Hij zei, lukt het niet met de steen? En zei, ja Rasulullah, het lukt inderdaad niet. Hij zei, maak je geen zorgen. Hij pakt een hamer. En kijk de kracht die Allah heeft gegeven aan jouw profeet. Hij zegt, bismillah. Bam! Een stuk van de steen, 1/3 kapot. Hij zegt, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ik zie dat Allah ons de sleutel, mafatih al-Sham, heeft gegeven. De sleutels van al-Sham. En ik zie de rode kastelen die de moslims zullen overnemen. Dan heb je sallallahu alayhi wa sallam opnieuw. Nog een keer, bam, de steen kapot. Tweede gedeelte gaat kapot. Hij zegt, Allahu Akbar. Ik zie de grote witte pilaren van Faris. Allah azawajal zou ook Faris voor ons openen. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam slaat voor de derde keer en de laatste keer. En nu gaat de hele steen kapot. Hij zegt, Allahu Akbar. Allah zou voor ons al-Yemen openen. En ik zie de poorten van al-Yemen al. Deze profetische ahadith kwam uit. Want de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, samen met zijn sahaba, heeft de wereld al-Islam laten meemaken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, het is hartstikke koud. Alle sahaba staan naast hem. Het is paniek, want er is een leger van 10.000 man voor hun deur. Ze zitten bij elkaar na te denken, wat gaan we doen? Hoe gaan we dit oplossen? Dus er komt een man, genaamd Nu'aym. Nu'aym, die zat eigenlijk aan de kant van de vijand. Nu'aym was eerst een kafir die haat had aan al-Islam. Bij Badr was hij juist iemand die voor problemen zorgde. Maar nu komt hij naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zegt, ja Rasulullah, ik heb islam geaccepteerd. De profeet zegt, ja maar ja Nu'aym, anta rajul wahid.
Je bent maar één man. Wat ga jij doen voor ons? Hij zegt, ja, Rasulullah, ik kan kijken of ik het aan mijn kant een beetje chaos kan creëren. Als u mij toestemming geeft om de vijand een beetje tegen elkaar op te hitsen. En de Nabi sallallahu alaihi zei, al-harbul khuda. Al-harbul khuda. Geen probleem. Nu'im, ga maar je gang. En Nu'im probeert met iedereen te praten. Hij praat tegen Ka'ab ibn Asad. Hij zegt tegen hem, ja Ka'ab, luister, Abu Sufyan gaat jou flashen. Hij gaat naar Abu Sufyan toe. Hij zegt, ja Abu Sufyan, vertrouw Huyay ibn Akhtab niet. En tegen Huyay zegt hij, Ka'ab gaat jou flashen. En op die manier heeft Allah azza wa jal de hele grote groepen uiteengedreven. Het is een aya min ayatillah. Een teken van de tekenen van Allah azza wa jal. Dat de hele Ahzab die dag kapot ging. En ik wil dat jullie in principe begrijpen hieruit. Wij moslims hebben het moeilijk in de wereld. We hebben het zwaar. We worden aan alle kanten worden onze broeders en zusters verslind. Maar wij zijn niet bang. Wij zijn niet bang. Want uiteindelijk het woord van Allah azza wa jal is a'la verheven. En wij geloven dat hij onze profeet sallallahu alaihi wasallam die dag heeft gered. Net zoals hij subhanahu wa ta'ala ons zal gaan redden bij ibn Allah azza wa jal. Dus het is belangrijk dat jij leert. Dat de sahaba keihard hun best hebben gedaan. Ze stonden met een leger van 3000 man tegen een leger van 10.000 man. En in die koude nacht, zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, wie van ons gaat er bij de vijand kijken wat er aan de hand is? Niemand gaf antwoord. Iedereen was moe. Iedereen had het gehad. Het waren lange, zware dagen. De kou van Medina ging door je botten heen. En de Nabi sallallahu alaihi wasallam zei, waar is sahibul sir? Waar is Hudayfa ibn al-Yaman? En hij zegt, naam ya Rasulillah. Meteen, hij verstopt zichzelf niet. En de profeet Sassou zegt, jij gaat nu opstaan en je gaat kijken bij de vijand wat er aan de hand is en mogen Allah het makkelijk maken voor jou. En deze sahabi, deze prachtige sahabi, sahibul sir, hij ging die kant op en hij ging spioneren. En hij zag hoe Allah azza wa jal een ruzie had veroorzaakt tussen Huyay, Ka'ab en Abu Sufyan en Ahlu Ghatafan. En zo gingen ze uit elkaar. De fitna bij hun was zo niet normaal groot. Wallahi, hoe erg de shayateen ook probeerden te plannen. Jayshullah, de groep van Allah azza wa jal. De jama'a van al-islam kun je nooit vernietigen. Zolang wij vasthouden aan kitabullah wa sunnati rasulillah al-fahm salaf salih. Mocht Allah azza wa jal ons allemaal meer begrip geven. Allahumma amin. Mocht Allah ons maken van de mujahideen. Mocht Allah azza wa jal ons maken van de mensen die hun rug recht hebben. Ook al staat er een tagia voor je neus. Mocht Allah azza wa jal onze broeders en zusters over de hele wereld beschermen tegen de onderdrukkers die denken boven hen te zijn. Allahumma amin. Mocht Allah hun adhiya accepteren. Harder amin. Wallah is jullie umma. Mocht Allah azza wa jal hun bevrijden. Allahumma amin. Mocht Allah azza wa jal hun kinderen wreken voor hen. Allahumma amin. Mocht Allah azza wa jal de vrouwen daar beschermen tegen al die vieze onderdrukkers. Allahumma amin. Mocht Allah ze uit de gevangenissen halen. Mocht Allah azza wa jal hun magen voeden. En mocht Allah azza wa jal hun steden opnieuw voor hen opbouwen. En ons een rol daarin laten spelen. We gaan nu salat al-Isha bidden. Na salat al-Isha heb ik een hele korte verzoekje voor jullie. En mocht Allah azza wa jal deze nacht een prachtige nacht laten zijn. Onze broeder Zakaria is de gast bij ons, die gaat voor ons adhan doen. En onze broeder Ayyub zal salat al-Isha voor ons leiden en een aantal raka'at van salat al-Tarawih. Jullie broeders komen vanuit de Blauwe Moskee jullie bezoeken vandaag. Vraag Allah azza wa jal om hun reis van hen te accepteren en om de banden tussen ons te versterken. Als er mensen komen omwille van Allah, om jou te laten luisteren naar de woorden van Allah, besef jezelf dan dat ze jou het beste cadeau hebben gegeven. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين